Als we dan voor de laatste maal naar de overkant van de baan gaan. En John de Leeuw met Diran Convital. topspeed nu onder serieuze druk zet. Daarachter volgt dan op de vierde plaats Alonso Medo En achter Alonso Medo is het Shark Attack. Heeft even het bit losgelaten. Maar Shark Attack heeft het bit weer opgepakt. En gaat proberen wat te ondernemen. Gaat het binnen door proberen te doen met Jan van Dooijeweert. En zo gaan we dan op weg naar de laatste bocht. En het is aan de binnenzijde nog altijd topspeed. Topspeed met aan de buitenzijde Diran Convital. Daarachter is het dan Shark Attack. En aan de buitenzijde van Shark Shark Attack is het dan Alonso Mero. Shark Attack komt misschien nog weer een keer naar het derde spoor. Mijn geheim tip: is dat dan mogelijk? Hier in de laatste rechte lijn: drie op lijn. Top speed, Dienand en Shark Attack maken er een fantastische 4,5 kilometer van. Waarbij nog altijd Topspeed leidt. Maar daar komt Dienand met één laatste jump en die pakt hem. Dienand Confital, Topspeed, speed, Shark Attack. Geweldige adelaar. En Alonso Mero op de plaatsen erachter. Kunnen we gaan huldigen de winnaars? Ja, dankjewel. We gaan de winnaars huldigen, dames en heren van de PSHA. 4,5 kilometer van Alkmaar. John de Leeuw pakt zijn eerste 4,5 kilometer uit zijn carrière. En hij doet dat voor Stal Crebas met Dinant Convital. Een zesjarige Vosruin van Titus Boko uit Lillian's Love BR, Gevolgd door de heer Molhoek in het bezit van de Trainer Bas Crebas. Trainer Bas Kreebas. En we gaan even met hem rondlopen, want. Uh... Dat vindt hij niet lekker. Laten we eerst een uh, reactie halen bij de winnende piqueur. Want uh, jij, Emerson, dat, uh, je doet nogal wat. Ja, ja en het, uh, ik had een beetje de planning zo lang mogelijk aan de reling. En als er een komt, ja, ik mag met zo'n paard niet aan de reling blijven. Plus dat de binnenkant wat ruller is. Dus ja, het tweede spoor. Maar dan, dan pakt hij dat bit op omdat hij denkt dat hij mag. En dat kost ook kracht. Kijk, als je ontspannen blijft, dan is er niks aan de hand. Maar de laatste drie ronden werd hij zo vel. En toen ben ik trapsgewijs naar Erik gereden of naar uh, Rick Ebbingen gereden. Ja, en. Uh... Ja, dan is het. Uh, ja wie de langste adem heeft natuurlijk. Het is gewoon een, uh, een mokerslag, hè. In de langste adem maar jij John. Ik zie dat jij zelf staat te eigen. We hebben voor jou een, een prachtige krans na een uh, Grootse Zegen met uh, Dinant Confital. Een prachtige zierdeken Hangt er inmiddels uh, overheen. En uiteraard ook felicitaties aan uh, de eigenarenformatie uh, formatie Spanga Hoeven. Die toch in deze Dinant Confital een uh, fantastisch paard hebben getroffen. Paradepaard meen ik. En dan ook nog eens de 4,5 kilometer winnen. Dat is uh, een uh, prachtige prestatie. En dan de manier waarop adembenemend. En uh, ja, deze koers heeft een uh, paar edities gekend waarbij er uh, paarden bovenuit staken. Dit was een hele open editie. En het bleef dus ook spannend tot op de allerlaatste centimeters. Het is een heel mooi plaatje. Een trotse fokker, de heer Molhoek. Uh, links en zonder uh, de Leo de Piqueur en eigenaar rondom de Spangenhoven. Bas Krebas, de trainer. Ook hij uiteraard uh, bij de huldiging. En. Ten slotte nog een hele mooie eerronde. Eens kijken of je even wilt pauzeren, Dirant Convital, voor de foto. Want die herinnering die willen we toch wel graag uh, hebben. Aan de overwinning in Europa's langste race. John de Leeuw, hij uh, straalt van oor tot oor. We danken de PSHA voor uh, het adopteren van deze koers. En John de Leeuw. Geeft even zijn prachtige krans af. En die is bij Mark Verhulst in goede handen. U kunt in de handen heren. Wat een winnaar van Europa's Langste Race. Dinan Convital met krans John de Leeuw.

Start valt. De paarden zijn onderweg. De PSHA, 4,5 kilometer van Alkmaar, is van start gegaan. Begint met een galopade voor Peak State Kronos. En de koers begon met een fantastische start. Terwijl achter Uitgeschakeld nummer 1 galop. Een, en dat is Dreamline Promise. Een fantastische start was er voor Adelaar. En een drietal paarden uit dat eerste band. Die gaan hier het, uh, het veld op sleep aan nemen. En wellicht de koers hard maken. Als we zo dadelijk voor de eerste maal de finishpaal passeren. En we gaan eens even kijken hoe de situatie is als we afkomen op het finishbord met Loet van Brederode en nog zes volledige rondes te gaan. Adelaar die mag het tempo bepalen. Op de tweede plaats Discovery Swiss met daarachter dan Dylan F. Boco. Stalker goed vertegenwoordigd want daarachter opereert Dinant Convital. Achter Dinant Convital is het dan aan de binnenzijde Talismanoplessie en die wordt op een lengte gevolgd door Alonso Mero. Achter deze paarden komt een reactie. Tom Kooijman denkt dat is handig zeg. 50 meter moeten geven en dan zo makkelijk naar voren kunnen rijden en dat is dan ook precies wat hij gaat doen met zijn Kito Bino. En krijgt ook nog een paard voor hem uit. Dat is Dinan Convital. En die gaat aan kop van het veld denk ik zo dadelijk Adelaar aflossen. En dus hebben we de paarden die meters moesten geven. Een cadeautje gekregen van de koppaarden. Waar het tempo volledig uit de koers werd gehaald. En ze hebben dus geen enkele kracht verspeeld. Vooraan wil Carolien graag de kop afgeven. En dat gebeurt op dit moment ook aan Dinan Convital. Maar Kooiman die zet dan gelijk druk op de ketel. Uitgeskakeld met Kito ween Kito ween zes galop. Zes galop. Hij laat er geen gras over groeien. En blaast hier het hele veld voorbij en zal de nieuwe koploper worden. En ook Shark Attack met Jan van Dooyeweert is mee naar voren gekomen. En zo in een bewegelijke beginfase met nog vijf rondes te gaan. En Kito Binno, Tom Kooijman kijkt strak voor zich uit en lijkt er weinig voor te voelen om ja, tegenstanders voorbij te laten. Maar als Dooyeweert zodanig aandringt, dan heb je eigenlijk geen keus. En inmiddels komt het volgende gevaarte er al aan voor die twee vooraan. Want Ebbingen heeft zijn topspeed in de voorste gelederen en die zal ook niet aan de buitenkant willen blijven zitten. En dus gaan we weer in een Nieuwe situatie krijgen waarbij Shark Attack mogelijkerwijs de koppositie zo dadelijk overgeeft aan Topspeed. En dan is het de grote vraag of Topspeed dat van kop af kan. We komen inmiddels halverwege de verre linkerbocht met uh, Topspeed aan de buitenzijde die de leiding over gaat nemen van Shark Attack. Topspeed, Shark Attack en daarachter Kito Binho, dan Dinant Convital en daarachter Adelaar. De eerste koploper van de koers ligt dus inmiddels vijfde. Achter Adelaar hebben we dan het uh, veld in aansluitende vorm, waarbij door de laagstaande zon ze op mijn TV. Schermen misschien even niet makkelijk te herkennen zijn, maar nu komen ze langs me en dan zien we Kibi de en aan de binnenzijde Discovery Swish. Alonso Merrow houdt het kruid nog droog, daarachter is het dan Dylan F. Boko. en op de laatste plaats met aansluiting Talismano Plessis. Goed, dat is de situatie als de deelnemers afkoersen op de overzijde van de baan. En na een bewegelijke tweede ronde is de ruststans gekeerd, Waarbij Topspeed met Rick Ebbingen hier het tempo mag bepalen. Topspeed die koersen eigenlijk uh, vanaf een kilometer of drie pas echt leuk gaat vinden. Dus dat kan in zijn voordeel spreken als we afkomen op de verre linkerbocht. Lengte voor, tweede plaats erachter Shark Attack. Achter Shark Attack, Kito Beno. En achter deze paarden heeft John de Leeuw toch wel een hele moedige uh, actie ondernomen. Want ik heb de indruk dat hij met zijn... Dinant Convital de tweede spoor op heeft ge uh, gezocht. En dat betekent dat hij dat zo dadelijk in het uh, onvoordelige spoor naast de koploper... nog drie volledige rondes vol moet gaan houden. We gaan langs de rechter, drie rondes te gaan. Top speed aan de leiding. Op de tweede plaats wil Shark Attack wel wat harder. Die heeft er zin in. Aan de buitenzijde komt daar de aanval van Dinant Convital. Aan de binnenzijde loopt Kietop in hoog en meter te veel. En ook uh, Kibidi Caillon krijgt een koers op maat met Ruud Pols. En aan de binnenzijde van uh, Kibidi Caillon hebben we dan nog... Uh, mede draaiend. En wie is dat? Dat is op dit moment even lastig te zien. Laten we even wat verder weg in het veld gaan kijken. Daar zitten ze er eigenlijk allemaal kort op als we de linkerbocht zo dadelijk alweer aan gaan snijden. En de start van het veld gaat ook naar het tweede spoor. Talies Manoplessie, de deelnemer die ik net even niet zo gauw kon herkennen, dat is Adelaar. Goed. Paarden rond de bocht komen ze dadelijk in de rechterlijn voor de tribune. En vooraan verandert er weinig. Topspeed met Shark Attack op de tweede plaats. En aan de buitenzijde komt nu Dienand Convital wat meer naar voren. In het achterveld wordt er een deelnemer ingehouden. En dat is Kibi de Cayon En we komen langs de rechter. Twee volledige rondes te gaan. En reactie in het veld van Hoff. Die brengt zijn Alonso Merrow in het derde spoor naar voren. En doemt op tot schuin naast Dienand Convital. Maar vooraan heeft natuurlijk Ebbingen de kortste route met zijn topspeed. Shark Attack op de tweede plaats. Aan de buitenzijde Dinant Convital. Shark Attack denkt dit wordt mij te gortig. En dat is het eerste slachtoffer van Europa's langste race. Tenzij die zo dadelijk misschien nog wel tweede adem vindt. Shark zet de tanden toch nog een keer op elkaar. En sluit weer aan bij die voorste twee. Adelaar komt naar plek vijf. En achter Adelaar is het dan Kito Binot. En daarachter heeft Minema met Discovery Wish een paar paarden gepasseerd. Maar moet nog heel veel doen om in de buurt te komen van een quintet paarden. Dat zich zo langzamerhand los gaat maken van de rest. En dat quintet wordt aangevoerd door paard nummer 11. Topspeed. En die gaat hier als een groot voorst aan de leiding. En dat doen we als we zo dadelijk de laatste ronde ingaan. Topspeed Diland Convital. En op de derde plaats erachter dan het nummer uh, 7 van Alonso Mero. Daarachter Adelaar en aan de binnenzijde uh, doet die Shark Attack toch verwoede pogingen om uh, in de buurt te blijven. Als we dan voor de laatste maal naar de overkant van de baan gaan. En John de Leo met Diland Convital topspeed nu onder serieuze druk zet. Daarachter volgt dan op de vierde plaats Alonso Mero. En achter Alonso Mero is het uh, Shark Shark Attack heeft even het bit losgelaten. Maar Shark Attack heeft het bit weer opgepakt. En gaat proberen wat te ondernemen. Gaat het binnendoor proberen te doen met Jan van Dooijenweert. En zo gaan we dan op weg naar de laatste bocht. En het is aan de binnenzijde nog altijd topspeed. Topspeed met aan de buitenzijde Dinan Confital. Daarachter is het dan Shark Attack. En aan de buitenzijde van Shark Attack is het dan Alonso Merro. Shark Attack komt misschien nog weer een keer naar het derde spoor. Mijn geheimtip, is dat dan mogelijk? Hier in de laatste rechte lijn, drie op lijn. Topspeed, Dinan Convital. en Shark Attack maken er een fantastische 4,5 keer. Van, waarbij nog altijd topspeed leidt. Maar dan komt Dinant met één laatste jump. En die pakt hem. Dinant Convital, Top topspeed, shark attack, geweldige adelaar. En Alonso Medo op de plaatsen erachter.